Attractiepark de Waarbeek. Welke tukker kent het niet? Het park heeft de oudste nog werkende stalen achtbaan ter wereld in haar bezit en veel nostalgische attracties zoals de Hully Gully. Afgelopen zaterdag werd samen met ruim 2000 gasten gevierd dat het park 90 jaar geleden haar deuren opende. Eerst was het een theehuisje met een mooie vijver. En later is dat door de generaties daarop is het een speeltuin geworden met een camping erbij en een zalencentrum en een restaurant. En zijn ze vanuit de speeltuin zijn ze verder gaan bouwen met kermisattracties. Dus zo is de Waarbeek ontstaan. Gerard Smit, de kleinzoon van de achterkleinzoon van de eerste oprichters, ja, die heeft het park of die heeft het familie Smitplein mogen openen. Ja, daar zijn we wel bijzonder trots op, kan ik je vertellen. Alle burgemeesters in Twente, 24 stuks geloof ik, hebben we 90 kaarten en die hebben dat op een eigen manier mogen verspreiden onder de inwoners. En dat is ook heel leuk gegaan. Ik mocht 90 VIP's meenemen naar de 90-jarige Waarbeek. Zij hebben uitgenodigd en toen dacht ik, wie zou ik nou uitnodigen? Wat een dilemma! Ik had wel eens mensen van de voedselbank bedacht. Ik had mensen bedacht die hier misschien ziek waren geweest en eens een dagje klaar waren met dat hele ziek. En toen heb ik eigenlijk gevraagd, wie denkt u nou in de stad verdient die kaart? En er zijn vele aanvragen gekomen. Ik heb ook mensen moeten teleurstellen. En uiteindelijk is het een hele mooie diversiteit geworden. Met het leksteken van een piñata vol snoep werd een van de pleinen officieel omgedoopt tot het familie Smitplein. Ook kleinzoon Gerard Smit van een van de oprichters was hierbij aanwezig. Mijn opa was in principe een heel nijver mannetje. Die kon haast niet verzinnen wat, maar hij was met ontzettend veel dingen altijd tegelijk bezig. Het is nog steeds een prachtig park voor vooral de basisschool. Die kan hier onbezorgd rondlopen. Als je kinderen in een grote park laat rondlopen, moet je eigenlijk bij iedere paar kinderen een begeleider rond laten lopen. Hier kunnen in principe de leraren of de ouders rustig aan een tafeltje gaan zitten en de kinderen rond laten lopen, want het is overzichtig en je vindt je kinderen altijd weer. Het pretpark vierde de verjaardag met gebak, Twekkie piñata's vol snoep voor alle kinderen en muziek van Dwelorkest De Eierjongens uit Winterswijk.